U zal zich misschien de vraag stellen waarom de provincie in 2019 beslist heeft om een project op te starten rond mobipunten. Maar heel eenvoudig, omdat duurzame mobiliteit nu eenmaal een thema is dat ons allemaal aanbelangt en ook uitdaagt. Zo werkt de provincie Vlaams-Brabant reeds jaren rond het thema mobiliteit rond haar hoofdstad Leuven in het strategisch project RegioNet Leuven, waar we al jaren werken aan het koppelen van mobiliteitsknooppunten aan de nieuwe ruimtelijke visies. Door activiteiten te concentreren rond die verkeersknooppunten willen we meer kansen geven aan combimobiliteit. En de mobipunten spelen daar natuurlijk een heel belangrijke rol in, omdat ze nu eenmaal de schakels zijn in heel dat netwerk. Een mobipunt biedt een mobiliteitsoplossing op maat. Afhankelijk van de reistijd, de route en de bestemming proberen we onze inwoners warm te maken om meer de fiets of de bus te nemen en indien het niet anders kan, eventueel een deelauto of gebruik te maken van een veilige lift met andere inwoners. Een mobipunt heeft natuurlijk ook nog een andere meerwaarde. Het centraliseert namelijk de mobiliteit, de verschillende diensten en informatie op een zeer mooie en centrale plek voor inwoners en bezoekers. Wij geloven in het systeem van mobipunten. Een plaats waar verschillende vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, deelauto's en deelfietsen, terug te vinden zijn op één herkenbare en aangename locatie. En met dit initiatief hopen wij ook het gebruik van het openbaar vervoer enerzijds te stimuleren en anderzijds de transitie van koning auto naar koning fiets waar te maken. Ons bestuur heeft er vrij snel voor gekozen, 2 jaar geleden al, om een mobipunt te laten organiseren op onze stationsplein. En de keuze daarvoor is omdat we ervan overtuigd zijn dat het een onmisbare schakel is in de mobile shift, namelijk om de combimobiliteit te kunnen aanwakkeren. En daarmee bedoelen we dat mensen heel gemakkelijk, als ze van het openbaar vervoer komen, naar de stad komen, bijvoorbeeld met de trein of met het openbaar vervoer, of met de wagen eventueel, dat ze toch de laatste kilometers kunnen afleggen met een andere vervoersmogelijkheid. Bijvoorbeeld met een deelfiets, met een deelwagen of met een andere vorm van openbaar vervoer. De gemeente Huldenberg zag een pak voordelen in het project Maak een Mobipunt. Niet alleen is er een wezenlijke impact voor het milieu en de verkeersleefbaarheid, we geven ook een goede voorbeeldfunctie en tegelijkertijd stellen we deelwagens ter beschikking van onze inwoners. Een mobipunt kan een kwalitatief alternatief zijn voor een eerste of een tweede privéwagen. Een belangrijke schakel is het ook in onze organisatie van het openbaar vervoer. Want hoe doe je die laatste kilometer? En met een deelfiets en met een deelwagen wordt dat al onmiddellijk een stuk praktischer. Wij merken dat inwoners steeds meer waarde hechten aan het openbaar domein. En eigenlijk beschouwen als een beetje een verlengde van hun tuin of zelfs hun tuin. Daarom is het voor ons heel interessant om bijvoorbeeld deelwagens op het mobipunt te hebben, zodanig dat we op termijn bijna 7 parkeerplaatsen per deelwagen kunnen vrijmaken en dan kunnen ter beschikking stellen voor bijvoorbeeld buurtinitiatieven zoals een zitbank of een overdekte fietsenstalling of eventueel meer openbaar groen. Wij geloven dat mobipunten het gemak van onze inwoners zal verhogen. Want door die verschillende vormen van slim vervoer met elkaar te combineren, ben je in veel gevallen sneller op je bestemming. En kunnen we onze inwoners aanzetten tot meer actieve verplaatsingen. Misschien met een deelfiets of met een eigen fiets, maar die dan wel veilig kan gesteld worden aan de mobipunten. Sterk aan het project Maak een Mobipunt was de mogelijkheid om te leren van collega's en deskundigen in de werkgroepen. Via mobipunten of hobbinpunten willen wij de visibiliteit van belangrijke mobiliteitspunten verbeteren, communicatie uniformeren en toegankelijkheid van informatie vergroten. In Linter zetten we volop in op modal shift door vervoersknooppunten te realiseren. Herkenbaarheid van dergelijke knooppunten is zeer belangrijk en Vlaanderen heeft een merk uitgewerkt, namelijk een hop-in-merk, om de gebruikers het makkelijker te maken om alles te combineren. En zo'n hop-in-zuil, zoals men dat noemt, dat bundelt dan alle informatie over alle beschikbare vervoersmodi. En belangrijk is ook dat vanaf 2022 er ook nog een app en de website zal komen en daar zal dan een routeplan kunnen gecontacteerd worden. Met de subsidieoproep van de lokale klimaatprojecten van het departement Omgeving
zagen we echt als provincie een kans, een opportuniteit om de uitrol van die mobipunten in onze regio te versnellen. De trein van Maken Mobipunt was echt vertrokken. Als provincie hebben we dan ook samen met de intercommunale Interleuven, met de VZW Mobipunt en met 8 gemeenten uit onze regio een leertraject opgezet. Het doel was om minstens 8 mobipunten op het terrein te realiseren, maar ook om daarbij praktische kennis op te doen en uiteraard te delen met andere gemeenten in onze regio en in onze provincie. En dankzij een bijkomende subsidie van het departement Mobiliteit en Openbare Werken konden we ook nog eens inzetten op de laadinfrastructuur voor deelwagens aan deze mobipunten. On the water until we would drown right under